Welkom bij Dommel Sportland. Vandaag gaan we op bezoek bij twee amateursporten. Afwisselend ziet u beelden van BBO volleybal in Sporthal De Brake, waar wekelijks enkele honderden volwassenen een competitie spelen. Ook zijn we bij de training van de jeugd van atletiekvereniging Marvel in de bossen van Sparrenrijk. Op en top sportplezier in Boksel. BBO is eigenlijk een vereniging, een volleybalvereniging in Boksel, die al heel lang bestaat. De naam BBO betekent eigenlijk Bokselse bedrijfsontspanning. En dat betekent eigenlijk dat vroeger, en dan praat ik over 35, 40 jaar geleden, eigenlijk de BBO een vereniging was van allerlei mensen die op een gegeven moment in allerlei sporten bezig waren. Ik denk bijvoorbeeld aan voetbal. Er was hockey was er niet. Er was vissen, badminton, volleybal, tafeltennis. In ieder geval, en eigenlijk was het de bedoeling van bedrijven, daarom komt de naam bedrijfsontspanning vandaan, bedrijven organiseren dat allemaal samen. Nou, de doelstelling is om zoveel mogelijk mensen op een avond lekker te laten volleyballen. En daarnaast, om na het volleybal ook nog eventueel lekker contact te hebben met elkaar, een pilsje te pakken en te zorgen in ieder geval dat we een leuke gezellige avond hebben. Marian, je ziet er stralend uit, maar vertel eens, wat doe jij hier? Nou, mijn taak binnen het bestuur is naast de zaalwacht draaien, waar we alle leden van het bestuur doen, hou ik de standen van de uitslagen bij. Die zet ik in mijn eigen systeem, maar ook zet ik ze op de site van de BBO, zodat iedereen woensdagmiddag ongeveer al op de site kan kijken hoe ver ze gekomen zijn na één week weer spelen. En dat is dus een competitie, daar komen dus ook kampioenen uit. Ik heb ook begrepen dat ze niet allemaal hetzelfde niveau hebben. We hebben vier verschillende klassen. Eerste klasse, tweede, derde, vierde. Aflopend in niveau ook. Na iedere ronde is het mogelijk dat er per klasse twee teams gaan promoveren. Helaas, de onderste twee gaan ook degraderen. Waardoor je dus een heel snel verloop krijgt van niveaus dat mensen ook tegen elkaar spelen van een gelijk niveau. Als je je aanmeldt met een nieuw team, begin je bij ons in de vierde klas. Dan weten wij namelijk nog niet hoe je niveau is. Dan moet je het laten zien. En dan gedurende het seizoen kan je binnen drie rondes alweer, als je goed bent, in de tweede klasse, de eerste klasse eindigen. Welke leeftijden gaat het nou eigenlijk om? Onbeperkt. We hebben dames en heren van begin 20, maar we hebben er ook bij eind 60, begin 70. Denk ik dat het wel haalt. Ja. Dus het is echt heel gevarieerd. Ik zie jou als moeder hier staan om jouw zoon weg te brengen naar Marvel om door Sparrenrijk te lopen. Ja. Waarom deze sport en zo op zaterdagmorgen zo vroeg? Zo vroeg, ja. Dan kun je beter inderdaad aan Jasper vragen. Nee, hij vindt atletiek erg leuk. Heeft hij mee kennis gemaakt eigenlijk ook vanwege zijn vader. Die doet aan atletiek. En het is gewoon een keertje om te proberen geweest. Tenminste, zo is het gestart. Om te proberen. En hij vond het erg leuk. En zeker omdat allerlei onderdelen heeft atletiek. Hè? Zoals het verspringen, hardlopen, kogelstoten, noem maar op. En vanuit de vereniging hebben ze dan besloten in de winter om dan de wintertraining hier in het bos te geven. En zo af en toe nog eens een keer op de baan. En ook in de sporthal. Dus ook dat is nog heel afwisselend. Wat is de bedoeling? Jouw zoon die wordt dadelijk een topsporter door bij Marvel op deze manier trainingen te doen? Ja, het zou leuk zijn inderdaad. Het, zou, ja, ach, het maakt niet uit als hij maar naar zijn zin heeft. Maar overkomen!
We hebben jou net gevolgd een beetje hier. Jij bent hier een van de jongsten, hebben we gezien. Ja, dat heb ik ook opgemerkt. En bij een vooral ook een mannenteam hebben we ook al gezien. Je bent de enige vrouw bij dit team. Ja, dat klopt. We hadden eigenlijk nog een vrouw, maar die is al heel lang geblesseerd. En nu ben ik de enige vrouw. En hoe komt het zo dat jij in deze sport bent gaan doen? Nou, vroeger hebben we altijd recreatief gevolleybald. Op de camping een beetje volleyballen en een beetje recreatief gewoon. En tegenwoordig dacht ik van nou, ik ga eens een teamsport doen. Vroeger nooit een teamsport gedaan. Ik zit er eigenlijk pas sinds 3 jaar op of zo. En ik was hier een keer gaan kijken. Ik deed wel met mijn eigen team spelen. En toen was ik op dinsdag een keer gaan kijken bij mijn vader. En die zei, ja, als je 1 keer bent gaan kijken, dan sta je voortaan op de lijst. En dan moet je gewoon elke keer komen. Dus sindsdien sta ik er ook. Okay, maar je speelt nou met je vader in 1 team, zag ik. Ja, dat klopt. En hoe is dat, met je vader in 1 team spelen? Is dat thuis dadelijk ruzie maken? Nee, helemaal niet. Nee, we gaan wel. Meteen na de wedstrijd is het al gezellig in de kantine. En nee, dat is nooit eigenlijk ruzie. Wie is beter, jij of je vader? Ja, ik. Ik begreep dat je al een paar jaar hier speelt. En jullie zijn vorig jaar gepromoveerd of dit jaar gepromoveerd. Kun je er iets over vertellen? Ja, wij zijn vorig jaar van de tweede naar de eerste gegaan. Toen gedegradeerd naar de tweede. En toen in de derde klasse kampioen geworden. Toen in de tweede klasse begonnen en nu gepromoveerd naar de eerste klasse. En meestal raakt iedereen nu geblesseerd en dan gaan we weer naar de tweede. Want dan hebben we te weinig mensen en zo zal het waarschijnlijk gaan, maar ik hoop het niet. Als jij een oproep zou moeten doen aan jongeren net zoals jij, want jij bent 21 jaar, pas geworden. Als je een oproep zou moeten doen aan andere jongeren om deze sport te gaan bedrijven, hoe zou je dat dan doen? Ja, het is gewoon heel leuk om een teamsport te doen. Sowieso met andere mensen samen in een team. De teamspirit is sowieso leuk. En hier is het gewoon leuk omdat je een extra trainingsmomentje. Voor mij, ik train zelf nog en ik speel zelf competitie. Maar dit is gewoon een extra trainingsmomentje. En natuurlijk kicken dat je in de eerste klasse staat. En ik denk dat het voor heel veel mensen leuk is om samen met andere mensen iets te bereiken. Goed bij elkaar, handen in zijn. John, trainer bij de jeugd bij Marvel. Hoe is dat zo met de jeugd trainen? Met de jeugd is het leukste wat er is. De plezier en die vooruitgang die je ziet bij de jeugd, dat is gewoon erg leuk. Ja. Wat doe je nou zo allemaal met trainen? Want ik zie nou in Sparrenrijk. Ja? Waarom Sparrenrijk bijvoorbeeld? Nou, in de winter is het vaak te koud om op de baan te trainen, omdat we vaak stilstaan en zo. En in het bos loop je meer, dus dan hebben we ook variatie. De wedstrijden zijn in de winter ook crossen in de bossen. Dus vandaar dat we op zaterdag in het bos zitten. En op woensdag in de zaal. In de zomer zitten we weer op de atletiekbaan. Is puur conditietraining dit? Nee. Bij de pupillen trainen we vooral in spelvormen. En dan gaan we op alle gebieden in. Lopen, springen, werpen. Alles komt aan bod. En dan ga je met je linkerhand naar je rechtervoet. Met je rechterhand naar je linkervoet. Dus benen uit elkaar. En dan zo. Okay. Kijk je naar je bovenste. Kijk je naar je bovenste hand. Kom maar, lukt af. Kijk. Benen uit elkaar. Hand op omhoog. Goed zo. Waar ga je in de schuim? Jij bent bij Marvel, hè? Je hebt ook een mooi shirt aan van Marvel. Ja? Vind je dat leuk bij Marvel? Ja. Wat vind je het leukste? Sprinten. Je doet er nog meer dingen bij Marvel, hè? Kogelstoten, balwerpen, verspringen, hoogspringen, lange afstand lopen en wedstrijden. En heel veel andere dingen nog. Oké. Okay. En ben je heel goed in die sport? Ja. Ja? Ja. En nou ben je natuurlijk aan het trainen in Sparrenrijk. Vind je dat ook leuk? Ja, want je doet heel veel dingen in het bos. En je doet het half jaar op de baan en het half jaar in het bos. En dat is ook gewoon leuk. Omdat je dan ook andere dingen doet in het bos. En jij wilt natuurlijk een hele goede bekende sporter worden later als je groot bent. Hè? In welke sport wordt het dan precies? Atletiek dan wel, met sprinten.
Kees, we hebben jou vandaag gevolgd een beetje. In de derde klasse, als ik goed begrepen heb, bij volleybal. Dat is de vierde klasse waar wij spelen nu. Ja. Nou, het zag er heel goed uit namelijk. Daarom dacht ik dat het derde was. Ja, wij zijn nog alles een keer geswitcht van de derde naar de vierde en weer terug. Wij pendelen een beetje op en neer. Ik zag dat het wat ouder, het ouder team is. Ja, dat klopt. Wij zijn denk ik een van de oudste teams die er spelen op het moment. De gemiddelde leeftijd. En waarom volleyballen? Ik volleybal vanaf mijn 15e. Dus ja, dit is gewoon altijd liefde gebleven. En ik ben er een paar jaar ooit tussenuit geweest. En dan kruipt het bloed toch weer en dan komt het toch weer terug. Maar nu ben je hier aan spelen. Ik neem aan niet altijd hier, of wel? Ik speel op het moment nu alleen maar dinsdagavond BBO. Ik train zelf ook nog een team donderdagavond. Maar dat is buiten deze sport al om. Ook in Boksel? Ook in Boksel, ja. 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 Dus er zijn nog andere clubs waar jij in feite ook actief bent? Ja, ik ben daar als trainer actief. Daar, ja. Ik heb ook begrepen dat je ooit scheidsrechter bent geweest. Dat klopt. Ik ben eigenlijk alles geweest vroeger. Ik ben scheidsrechter, coach, trainer, speler. Ja, je kunt het opnoemen, redactielid geweest, van alles. En altijd in het volleyballen? Altijd in het volleyballen, ja. Eerst bij de Blues Mace, de vereniging. En naderhand bij Vobo, want er zijn twee verenigingen in Boksel geweest. Ze zijn nu weer geïntegreerd in Bloks. Dus er is nu maar één vereniging in Boksel nog. Als je nou een oproep zou moeten doen voor mensen dat ze meer moeten gaan sporten. Hoe zou je dat mensen nou oproepen om ook hier mee te gaan doen? Nou, ik zou gewoon tegen de mensen willen zeggen, volleyballen kan op elk niveau. En dat kan ook op alle gradaties allemaal. Je hoeft niet echt 100% goed te zijn. Je kunt gewoon lekker bewegen en meespelen in het team is het belangrijkste. Dankjewel. Waarom ben je bij Marvel gegaan? Omdat het zo leuk is. Omdat het zo leuk is. En wat doe je dan allemaal? Spelletjes spelen. Ja. Maar wat doe je nog meer als je niet in de bossen bent bij Marvel? Wedstrijden doen. Vertel eens. Vertel eens wat voor wedstrijden dat je dan doet. Kogelstoten. En dan wil je nou heel goed in sport worden straks als je wat groter bent? Ja. Ja. Wat wil je dan precies, voor welke sport wil je nou precies? Kogelstoten of hardlopen? Hardlopen. Goed pakken! Ik volleybal bij Beekelot en ik speel de derde klasse inmiddels. Vorig jaar speelde de tweede klasse, maar het team werd een beetje opgeheven in verband met, niet met de ouderdom, maar met meer het feit van we willen een beetje rustig aan op de dinsdagavond. Dus we zijn een nieuw team begonnen met Markzicht. Vanuit de tweede klasse hadden we een doel degraderen en dan in de derde klasse opnieuw proberen en dan zorgen dat het een leuk spelletje is. Ik ben wel competitiegericht, maar nu is het echt meer recreatie omdat we het spel met z'n allen een beetje willen leren en oefenen. Er zitten nieuwe meiden bij, nieuwe jongens. En ik vind het wel van belang dat het hier wel druk blijft met volleybalteams. Want er zijn er afgelopen jaren al een paar afgehaakt en dat is zonde. En ook de sport al moet en mag blijven, naar mijn idee. Maar ik zag dat jullie een vrij jong team hebben, met ook een aantal meisjes. Komt dat nog uit voort uit, bijvoorbeeld Barbeekelot en Markzicht? Het is wel een beetje ontstaan. Ik bedoel, ik ken heel veel mensen en ze zijn naar mij gekomen via Markzicht van Goh, Martijn. We hebben gehoord dat jullie team ook stopt. Zullen wij samen gaan en dan daarmee een nieuw team gaan opstarten? En dan heb ik gezegd, van, ja, dat laten we dat doen. En dan Markzicht ook. Dus. Maar ik neem aan dat jullie ook nog andere dingen doen als volley. Of doe je ook nog een stel gezellige dingen? Na het volleybal gaan we gelijk naar de bar. En dan bestellen we een pilsje en dan evalueren we de wedstrijd. En dat duurt 2 seconden en dan bestellen we weer bier. Want het gaat niet zo goed. Dan bestellen jullie weer bier. Vertel eens verder, want dit is voor mij niet duidelijk.
Van jou niet duidelijk. Ja, de kent de sporters van de Braak onderhand. Hè? We zijn recreatief en we spelen 45 minuten. We zorgen dat we een beetje zweten. En alles wat eruit gaat, moet er ook weer bijgekomen. Dus. En ik heb het niet van een vreemde, zeggen we maar. Maar als je nou andere mensen zou moeten zeggen van, ga nou hier eens aan meedoen. Hoe zou jij dat nou doen? Nou, het is sowieso recreatief. Het is in Bokstol. Ik geloof wel dat heel veel mensen elkaar kennen. Het zijn maar 55 minuten. En als je zo dat je reserve hebt, kun je nog een beetje kijken naar de sport. En, het is een leuke sport om te doen. Spelletjes, hardlopen, balwerpen en verspringen. En welk deel vind je het mooiste, het leukste? Spelletjes. Sprinten. En dat betekent dat jij heel hard gaat lopen als je straks groot bent? Ja. Kunnen we jou straks een keer zien dat jij een hele bekende sporter wordt? Oké. Wil je dat graag? Ja. Hoe vaak ga je trainen eigenlijk? Twee keer in de week. En wat vind je in de bossen te trainen? Want nu is het winter en nu zit je in de bossen. Vind je dat ook leuk? Ja. Wat is daar zo leuk aan dan? Dat er veel bomen zijn. En dan gaan we soms ook spelletjes doen. De toekomst, want er gaan allerlei geruchten over deze accommodatie. En ik zie hier inderdaad een paar honderd mensen op één avond bezig. Hoe zit het nou met jullie BBO-volleybal? Ja, dat wordt wel een probleem. We zijn al een keer verhuisd van de Hagakker hier naartoe. Dat was eigenlijk al een beetje moeilijk voor een heel stel mensen. Nu zouden we misschien, als het hier... Of het zover komt weten we niet, maar wanneer we eventueel deze hal zouden moeten verlaten, om een of andere reden. Ja, dan heb ik en wij als bestuur er hard hoofd in. Want dat betekent eigenlijk dat we hier hebben de ruimte. We hebben de accommodatie in die zin die hartstikke goed is. We hebben de bar die aangrenst aan de veldgrens die zorgt voor dat in ieder geval altijd contact is tussen de mensen. Wat altijd de cohesie, heerlijk. We weten niet eens of we wel voldoende velden hebben. En als we wel voldoende velden hebben, dan zal het maar heel krap zijn. En wij zien het eigenlijk een beetje met hangst en beven tegemoet. En zeker als we naar Liemden toe moeten. Want dan ben ik bang dat de BBO dan zien we de toekomst niet zo rooskleurig in, moet ik eerlijk zeggen.